Vrijdag zijn we een dagje weg met de kinderen en vriendinnen. De corona lockdown voor scholen duurt zo vreselijk lang, dus we maken er maar zelf een educatieve trip van. Vandaag gaan we naar Kampala, naar het museum, Uganda Museum. En naar de Gaddafi Mosk. Er hoort natuurlijk altijd even een stop bij de Evenaar. En een groepsfoto waarvoor geposeerd moet worden. Oké, everybody ready? Hoe had ik ook kunnen bedenken dat dit zelfgeplande spoorreisje zonder strubbelingen zou verlopen. Op dit moment staan we aan de kant van de weg in de stromende regen met pech. De mechanic schijnt onderweg te zijn, maar goed, met deze regen kan dat nog wel even duren. Dus het enige wat we kunnen doen is wachten en hopen dat we vandaag nog een museum van binnen zien. Ja, het was even wachten, maar... Uiteindelijk is er een mechanic gekomen en laten we hopen dat hij de bus kan fixen en we weer verder kunnen. Heb je net iedereen uitgezwaaid, want ik blijf in Kampala en de rest zou teruggaan naar de village. Komen we dus achter dat de bus weer een probleem heeft. Het is inmiddels 5 uur, om 6 uur gaat de curfew in en de eigenaar van de bus neemt de telefoon niet op. Dus ja, weer een uitdaging. Vandaag krijgen we dan eindelijk onze eerste AstraZeneca-vaccinatie in het dorpsziekenhuis. We zijn hier met alle medewerkers van Viva Montuyo en het halve dorp. Dus we zullen even geduld moeten hebben, maar er is in ieder geval schot in de zaak. Nou, bij iedereen zit de eerste jab erin. Behalve bij Nalongo, die viel net flauw voordat ze de prik wilde geven. Die was blijkbaar toch een beetje bang, dus... Daar wachten we nu nog eventjes op, totdat u erbij komt.